Hey. Hey, 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 hey. What's good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Calvin. Ik ben, Topvaal. Ja. Fucking hell. Hoe begin je zoiets? Wat een bullshit dit. Wat een onzin. Oké. De kutste dag ooit ever in mijn hele leven is aangebroken, Kelvin. Volgende maand ga ik 750.000 abonnees halen. Tenminste, dat dacht ik. 3 keer raden wat de fuck er gebeurt op mijn hoogtepunt. Video's maken is zo fucking leuk en dan gebeurt dit. En dan denk je echt, waarom? Why is this happening, man? Zijn jullie er klaar voor? Allemaal even opletten. Ik ga het maar gewoon eerlijk zeggen. Een hond heeft mijn huiswerk opgegeten. Grapje! Nee. Even serieus. Mensen, even. Come on. Kelvin, stay focused. Dat is eigenlijk helemaal niet grappig. Waarom maak ik alsnog grapjes over? Ik weet het niet. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Ik weet niet hoe ik dit moet zeggen. Laten we even teruggaan in de tijd. Ik heb een tijdje geleden ergens anders in Amsterdam gewoond. Dat was op Rapenburg. Dat kan ik gewoon hardop zeggen, dan woon ik nu toch niet meer. Dat was op Rapenburg en daar woonde ik met Peter. En dat was een fucking vet appartement. En leuk aan het appartement was dat. Jezus, ik kan het niet eens. Ik kan het niet eens zeggen. Ik woonde dus met Peter aan het water. En je had daar een stijger. En die stijger, daar kon je gewoon op chillen. That's it. En dat was een hoekje in Amsterdam waar niet heel veel gebeurt. Soms komt er een rondvaartboot langs, maar that's it. Gewoon echt verder. Er is nooit iemand daar bij dat water. En ja, ik ben gewoon een beetje een debieltje. Altijd als wij volle vuilniszakken hadden, dan zet ik die op de steiger. Want ik ga hem niet in mijn huis laten staan. En je kan hem niet gewoon op de straat zetten. Dat komt pas alleen op woensdag volgens mij en op zondag of iets. Dat is helemaal niet belangrijk. De vuilniszakken zette ik op de steiger als ze vol waren. En dan was er een ochtend, en dat heb ik best wel vaak volgens mij gedaan. Maar gewoon een ochtend waarop ik dat deed in de zomer. Dat was afgelopen zomer. Waarin ik gewoon dit vuilnis buiten zette. Maar dat deed ik niet zomaar. Dat deed ik zeg maar, dat deed ik naakt. Damn! Ik heb het naakt gedaan. Ik had geen kleren aan. Ik was gewoon aan het chillen, ik was net wakker. Ik heb die kleding, ik heb die... Ik heb dat vuilnis gewoon buiten gezet naar, weet ik veel. Moest gewoon even snel. I don't know. Ik dacht gewoon niet bij na. Fucking kut. Tenminste, op het moment zelf vond ik het niet kut. Mijn optiek was gewoon normaal. Ik had niet eens door dat ik het deed. Alleen, ik heb gisteren een mailtje gekregen via mijn management van iemand. Ik ga het gewoon voorlezen. Lekker vuilnis aan het buiten zetten, Kelvin. Knipoog. Met een naaktfoto van mij. Een naaktfoto van mij is er dus blijkbaar. De persoon die mij deze mail heeft gestuurd heet... Ik ga zijn naam wegbliepen, zoals je net hebt gezien. Want ik mag niet vertellen wie dat is. Mijn management en mijn advocaat hebben allebei gezegd... Je moet niet zijn naam openbaar gaan maken als je dit netjes wil oplossen. Hij heeft zijn Instagram er ook bij gezet. Die mag ik ook niet vertellen. Ik zweer jullie, hè. Als het mocht, als het slim was, had ik gewoon zijn Instagram hier neergezet. Konden jullie hem helemaal kapot maken. Maar goed, ik moet even doen wat nu het slimste lijkt. Tenminste, wat het slimste blijkt te zijn volgens mensen die daar verstand van hebben. Deze jongen heeft mij een naaktfoto gestuurd. Niet de echte naaktfoto, zoals je ziet, maar met een krabbeltje erop. Ik snap niet precies waarom. Alleen, dat is gewoon de realiteit. Mijn management heeft gisteren een mail gekregen. Van deze guy, waarin hij letterlijk alleen zegt: hey Kelvin, ben je lekker vuilnis aan het buiten zetten? Knipoog. Met die foto erbij en zo'n kras van mijn pik, zodat het niet helemaal naakt is. Dat is wat er is gebeurd. Jullie hadden natuurlijk al lang in de titel kunnen zien wat er aan de hand was. Maar what the fuck is? Waar ben ik nou in beland? What is this, Kelvin? What's going on? Ik ben hier gewoon op deze wereld om leuke video's voor jullie te maken. Om jullie gewoon te laten lachen. Om jullie te entertainen. Want gewoon gek te doen, want we zijn al normaal genoeg. Dat is het enige waarom ik doe wat ik doe. Ik wil gewoon jullie blij maken en ik vind het zelf gewoon vet om te doen. En dan krijg ik gewoon in deze shit. What? Dit is fucking raar, man. Deze foto is gemaakt vanuit een speeltuintje wat bij mij in de buurt was destijds. Daar heb ik wel eens kinderen zien spelen en die hebben ons ook wel gezien zitten soms op die steiger en die herkennen ons dan. Waarschijnlijk is hij vanaf daar gemaakt. Een of andere gast heeft gewoon in de bosjes gezeten, heeft deze foto gemaakt. What the fuck, man? Ik hoop niet dat dit raar overkomt, want altijd als iets fucking onmogelijks gebeurt, dan begin ik te lachen omdat ik het gewoon fucking rare situatie vind. Dit is zo debiel, dit kan gewoon niet. Maar goed, waarom maak ik deze video? Nou, ik heb gisteren dus met mijn team overlegd wat nu slim is om te doen, want het laatste wat ik wil is dat de echte foto online komt. Publiekelijk wordt gemaakt of iets. Ik wil niet dat die foto openbaar komt. Het is niet dat ik op een of andere manier zelf nu schaam voor hoe klein mijn pik is of zo. Dan lijkt het nu wel, besef ik me. Ja, oké. In ieder geval, dat is niet waar ik bang voor ben. Waar ik wel bang voor ben is dat deze foto online komt en dat die dus overal te zien gaat zijn. Ja, weet ik veel wat er gebeurt. Maar het is gewoon niet heel verstandig om een naaktfoto van jezelf online te hebben. Oké, goed. Dat is in ieder geval helder. Wat heb ik gedaan? Ik heb op aanraden van mijn team met deze gast gedm'd. Hij heeft zijn Instagram erbij gezet. Ben in zijn DM geslide. Ik had gewoon geen andere keus. En ik heb een gesprek met hem gehad op DM. En dat wil ik heel graag aan jullie voordragen. Zodat de situatie een beetje helderder voor jullie kan worden. Dat jullie ook een beetje begrijpen wat hier speelt. Want dit is gewoon eigenlijk heel kut. Ik ben het gesprek begonnen. Ik ben sowieso niet boos op hem gaan zijn. Want dat is gewoon niet verstandig. Dat zei mijn management ook. Die zeiden: ja, je moet nu niet boos worden. Want dan gaat hij misschien uit agressie gewoon alles online pleuren. Je moet gewoon hem aan de hand nemen. En erachter proberen te komen wie het is. Waarom hij dit heeft gedaan. En of jullie het samen kunnen oplossen. Oké, ik vroeg aan hem: hey, ben jij degene die mij gemaild heeft met die vuilnisfoto? Hij zei: ha 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 ha. Ja. Oké, ja, ik vond het niet heel grappig. Ik vroeg van wanneer.
wanneer is deze foto? Vorig jaar, toen je nog op Rapenburg woonde. Ik vroeg, en waarom? Hij zegt, hoe bedoel je? You serious bro? You dumb? Ik zei, logischerwijs, waarom heb je die foto gemaakt? Dat is best heftig qua privacy en shit. Niet de beste woorden die ik ooit had kunnen gebruiken, maar zo denk ik. Ach ja, Kelvin, naakt de straat op gaan is nou ook niet echt slim in Amsterdam, hè? Gast, ik ben niet de straat op gegaan. Het was gewoon mijn tuin, gewoon mijn steigertje. Dus ik zeg tegen deze mafkees, en dat geeft jou genoeg recht om mij te stalken en een naaktfoto te maken, zegt hij, naaktfoto's. Er zijn meerdere naakt. Natuurlijk heeft hij meerdere gemaakt. Hij is er een beetje bij de hand aan het doen of zo. Het is gewoon een eigenwijs mannetje of zo. What the fuck? Ik stuur letterlijk dit. Ik stuur letterlijk een emoji. Dat is letterlijk hoe ik me voelde toen ik dit las. Ik dacht echt, oké, you wanna play it like this? Je gaat toch niet zo lopen doen, man. Wees gewoon even eerlijk, godverdomme. Toen hij dat zei, dacht ik echt bij mezelf, deze man, hij moet echt even ophouden. Je moet nou echt even ophouden. Ik dacht echt serieus. Ik had echt gewoon zoiets. Ik ga nu niet meer sugarcoaten. Ik ga gewoon zeggen waar het op staat. Oké, ik ga er maar even heel eerlijk tegen je zijn. Ik weet niet wie je bent of hoe je eruit ziet. Maar dit is by far het meest asociale wat een kijker slash fan ooit heeft gedaan bij mij. Dit gaat over de streep. Ik ben inmiddels uitgegroeid tot echt wel een bekend gezicht voor zowel online als offline. En het uitlekken van zo'n foto zou mijn reputatie echt flink kunnen beschadigen. Ik wil je dan ook vragen om verder niets te doen met deze foto's. En te wachten tot we elkaar eens in het echt ontmoeten om dit uit de wereld te helpen. Ik kom graag naar je toe om het op te lossen. Ik laat mensen altijd zo veel mogelijk in hun waarde, maar moet eerlijk toegeven dat ik geen respect heb voor zulk gedrag. Ik hoor graag van je. Je kan ook altijd bellen met mijn telefoonnummer, die ik niet ga laten zien, want anders gaan jullie mij allemaal bellen. Dat is wat ik heb gezegd. Ik heb dat berichtje even langs mijn manager gehaald. Ze zei, dat moet je gewoon doen. Klaar, het is gewoon oprecht. Dit is gewoon hoe het zit. Daarop reageerde onze grote vriend. Oei, Kelvin, even rustig. Hij komt over als echt een stoer mannetje, maar volgens mij is het echt een jochie gewoon. Ik loop al een half jaar met deze foto's rond. Maar ergens voelt het nu wel eens een goed moment om er wat leuks mee te doen. Vervolgens zeg ik, wat bedoel je met wat leuks meedoen? Ik heb ook de originele versie, hè, zegt hij. Belt Show News, belt RTL Boulevard. Stuurt hij me letterlijk de originele versie van de foto. Deze man, dit is niet normaal. Wat een apie. Holy shit. Ik ga er maar niet vanuit dat hij dat echt heeft gedaan. Hij is gewoon aan het stangen volgens mij, maar jezus, wat een mongol. Wat een vieze aap. Godverdomme. Ja, sorry. Nou, mochten jullie nog geïnteresseerd zijn aan wat ik vervolgens tegen hem zeg. Oh, wauw. Ik kan dit niveau lastig beseffen. Als je aandacht wil, kan het ook op andere manieren. Als je dit echt gaat doen, trap je me eigenlijk gewoon tegen de grond. Hij zegt, we zien nog wel eventjes hoe het allemaal loopt, Calvijntje. Vergeet geen kleren aan te doen als je straks naar buiten gaat. Haha. Dit is echt by far de meest rare situatie waar ik mezelf ooit in heb bevonden. Dit gaat echt helemaal nergens over. Holy fuck. Jezus. Nou, ik heb verder maar niet met hem gepraat, want ik dacht echt, ja, deze gast is gewoon alleen maar domme grapjes aan het uithalen. Ik wil gewoon even kijken wat een andere optie is om dit op te lossen. Als er überhaupt een oplossing is. Kijk, ik zou nu heel makkelijk iets kunnen doen, hè. De foto is namelijk niet extreem duidelijk. Dus ik zou heel makkelijk kunnen zeggen, ja, ik ben dat niet op de foto. Mocht die foto uiteindelijk uitlekken. Het is geen soort van spiegelselfie of zo waarin je alles heel goed ziet. Ik ga gewoon eerlijk zijn. Ik ben dat op die foto. Ik ben dat gewoon. Dat is gewoon de waarheid. Nou hoor ik jullie denken van, ja, Kelvin, waarom maak je nou deze video? Het is niet heel slim of zo om dit te doen. Dat dacht ik in eerste instantie ook. We hadden eigenlijk gewoon geen aandacht aan besteden. Maar dan lopen dus de kans dat elk moment in de toekomst dat gebeurt. Daar kan ik gewoon slecht tegen. Ik kan niet elke dag dat ik wakker word bang zijn om naar de telefoon te kijken en beseffen dat die naaktfoto misschien wel gelekt zou kunnen zijn. Dus dit is een video niet voor jullie. Tenminste, dit is wel voor mijn kijkers, maar dit is vooral voor wiens naam ik niet mag zeggen. Editen. Maar even weer bliepen, dankjewel. Deze video is gericht aan de dader. Ik ga maar gewoon even de dader noemen. Bij deze openbaar van mij het verzoek om niet deze foto openbaar te zetten. Dat ga ik gewoon in public doen om zoveel mogelijk aandacht ervoor te krijgen. Ik wil niet dat jij dit doet. En dat komt omdat ik heel hard werk aan mijn video's en aan mijn carrière om ervoor te zorgen dat ik een bepaald imago heb. En dat imago kun je gewoon helemaal kapot maken door deze foto te gaan lekken. Dat is niet heel gunstig voor mij. Daar word ik niet blij van. Ik heb ouders die mijn video's kijken en die het nieuws kijken en zo. Mijn vrienden. Als die allemaal zulke soort dingen gaan zien. Tuurlijk, ze zullen me niet verstoten of zo, maar het is niet echt heel erg relaxed. Ja, sorry Kelfam dat ik op deze manier praat. Normaal gesproken wil ik jullie altijd blij maken en wil ik jullie energie geven voor de rest van de dag. Maar vandaag is het gewoon even een ander soort video. Hierbij mijn laatste keer oproep aan puntje, puntje, puntje. Ik wil heel graag dat je die foto niet openbaar zet. Ik wil dat je me belt. Desnoods kom ik bij je langs. Alleen ik wil met je praten om te kijken hoe we dit kunnen oplossen. Want je hebt dit waarschijnlijk gedaan met een bepaalde reden. En misschien dat ik je bij die reden kan helpen. Maar ik denk niet dat hetgeen wat je echt wil, dat je dat gaat behalen door deze foto openbaar te zetten. Dat is niet goed voor jou, dat is niet goed voor mij. Uiteindelijk ben je gewoon de lul. En als je het wel doet, dan ga ik ook gewoon openbaar maken wie je bent. En dan word ook jij niet gelukkig van, want er zijn 750.000 mensen die jou gewoon haten. Tenminste, dat hoop ik. Ik hoop niet dat jullie dit heel vet vinden dat hij dit doet. Dat zou een beetje weird zijn. Stel je voor dat jullie allemaal zouden zeggen, nee, maak die foto openbaar. Dat is echt vet, wil je pik zien. Oké, ophouden. Serieus, je hebt mijn telefoonnummer. Bel mij, WhatsApp mij, whatever. Ik kom bij je langs. Desnoods zing ik nu een miljonair op de verjaardag van je zusje.
feestje of zo. I don't care. Ik wil dit gewoon op een of andere manier oplossen. Van man tot man. Dat wil ik gewoon fixen. That's it. Kelfam, sorry dat ik vandaag geen hele leuke, sprankelende, energievolle video had. Normaal gesproken doen we gewoon gek, want we zijn er normaal genoeg. Zie jullie over een paar dagen. Dank jullie wel. Hey.